kijkers en welkom bij deze ATV COVID-19 update. Het is alweer de 14e aflevering. In dit programma brengen wij u informatie, inzichten, maar vooral updates over de COVID-19 pandemie die ook Suriname in haar greep heeft. De teller is momenteel op 10 COVID-19 positief geteste personen in Suriname en één persoon is intussen overleden. Intussen zijn ook 3 personen positief, nou geen positief, maar zijn volledig genezen verklaard. En dat is natuurlijk goed nieuws. Maar belangrijk in deze periode is om kalm te blijven en dat je gewoon thuis blijft. Als je niks op straat te zoeken hebt, blijf thuis. En volg natuurlijk de instructies van de autoriteiten nauwlettend op. Alleen op deze manier kunnen we gezond blijven en kunnen we ervoor zorgen dat we het virus niet verder verspreiden. Met z'n allen moeten we het namelijk doen. Vandaag is onze gast mevrouw Danielle Feira. Zij is leider van het COVID-19 management team en zij is natuurlijk ook directeur nationale veiligheid. Met haar praten we onder andere over de uitdagingen om deze pandemie beheersbaar te maken of voor mijn part helemaal bestrijden. En welkom mevrouw Feira. Dank u wel. Welkom. We zijn heel erg blij dat toen u ja zei om ook in ons programma te verschijnen, omdat we het allemaal samen moeten doen. En ik ben blij dat u dat begrijpt, dat er wisselwerking is tussen media en regering, omdat we een gemeenschappelijke vijand hebben. En dat is het virus beheersbaar maken. Dat en zorgen is zo. Dat we niet zieker worden. Ja. Maar een persoonlijke vraag. Hoe ervaart u deze hele situatie? Ik ervaar deze hele situatie als heel erg enerverend. En ook heel erg uitdagend. Ja. En natuurlijk is er ook altijd een deel bij van onzekerheid. Onzekerheid omdat je niet weet hoe het gaat aflopen. En in onze branche zeggen we, die onzekerheid moeten we gaan leren omzetten in zekerheden voor de toekomst. Ja. En daarom zijn we continu bezig ook scenario's uit te werken en mensen erop voor te bereiden. Want als je niet zeker weet hoeveel mensen ziek kunnen worden, ook al is er een prognose gemaakt, begin je alvast maatregelen te treffen om ervoor zorg te dragen dat wanneer dat gaat komen wat je denkt dat onzeker is, dat je het nog steeds aan kan. Ja, dat vooral. En hoe is het om het managementteam te leiden? Want natuurlijk, die hele situatie is al uitdagend. Elke dag nieuwe informatie en toch moet je dat kunnen managen. Klopt. U weet, als er mensen bij elkaar komen uit verschillende disciplines, heeft iedereen toch weer een andere visie. Hoe bereik je het doel? En zo heb je dan natuurlijk genoeg vergaderingen, veel appgroepen, veel discussies. Hoe kunnen we dit doel bereiken? At the end of the day, met natuurlijk de VP aan top, komen wij toch weer op het moment dat we zeggen, dit is wat wij gaan doen. Ons hoofddoel is de bevolking van Suriname veilig houden en COVID-19 beheersbaar maken. En als wij met elkaar, want het is een integraal proces. Je kan het niet van alleen uit volksgezondheid bekijken of alleen SEC vanuit logistieke aangelegenheden of alleen SEC vanuit financiële of een handelshoek. Je had alle delen bij moeten hebben, een maatregel construeren en dan op die manier werken naar het doel wat ik eerder heb aangegeven, COVID-19 ons niet knock-out laten slaan. Absoluut, want anders dan zijn we weg. Klopt. En de resultaten die tot nu toe geboekt zijn, bent u tevreden daarmee? Ik mag zeggen dat we heel erg tevreden zijn. Waarom? Wij weten dat volksgezondheid heel vroeg begonnen is met de voorbereidingen om wanneer het ons zou slaan, dat we klaar zouden zijn. We mogen zeggen in Suriname op dit moment, met de beperkte mogelijkheden die we hebben, we weten dat we open grenzen hebben, we hebben niet alle capaciteit binnen. Het ziekenhuiswezen is niet groot voor wat betreft een influx van een heleboel zieken. Maar het is controleerbaar. Ja. En ik wil aan ieder eigenlijk aangeven, we mogen als Suriname heel erg trots zijn dat we tot nu toe kunnen praten over 10.
Dat we weten dat, dat er mensen genezen zijn. En dat we wat betreft de quarantaine, mensen die in quarantaine zijn, dat alles stabiel is. En dat willen we hebben. Het moet ons niet slaan, maar we moeten het kunnen beheersen. Oké, en hoe staat het met de 6 overigen? De 6 overigen die zijn stabiel. Die zijn stabiel. De situatie is stabiel? Ja. De zorg wordt gegeven? Absoluut. Mooi. En ja, quarantaine is tegenwoordig een modewoord geworden. Ik weet niet of mensen het genoeg begrijpen. Omdat die vragen, wanneer je als journalist misschien het managementteam soms denk je van, hebben we niet zoveel keer gezegd? Maar die vragen blijven komen. Ik denk bij u ook. Dat wil zeggen, ergens is het niet goed aangekomen. Mm-hmm. Kun je dat stukje misschien kort, misschien kan de omtakje in Sranatong? Ja. Mik adoro pamus doro. Ja. We, mik kan takken zo. Te te gralanti taki in amofo fu volksgezondheid taki ade van nodig voor go in quarantaine. Dat betekent dat je moest de apart. Je moest de apart voor trasma zodat so no probleem kan dit dat if you ab asiki in no kan praten go doro. En if in no ab asiki dat de kan sabi taki you no de in a gevaren zone moro. Dus een periode voor 14 dagen, dat ik haar een incubatieperiode. In een periode dat hij, dan je kan, dat is maar als je kan ontwikkelen als ziekie. Goed dat je bent met ons maar, of je bent de in een beurtje voor ons maar, of je begint af en toe als voor de symptomen, like koso-koso, na een korso, dat je sabi dat je swap je voor ze. If werkelijk abasiki, zodat de kan poti you tapuan bewa tak treatment, maar de kan begin yepik ba taki anokong nak you. Dus dat meki de karas aan die quarantaine go 14 day in een heer periode voor takasiki kan ontwikkelen schrijven, dan de kan sabi taki nee je veilig of evade in een beaba gelegenheid voor praten. Isabi, if you no aba quarantaine thing DC, ika waka na lekso fa mi knap jaso na ngayu, da mi fas yu me taka ngayu, isab tak spiti kan kong, da mi me besmet yu jaso, me besmet wan trasma. Dus dat meki mi no kan kong jaso if mi ab wan vermoede of if volksgezondheid ab wan vermoede tak mi siki, da de put mi apart. Dus ano de tak mi siki ba, e alasma mu sab ook do tak, if de sab tak was ma de in quarantaine, en dat ik dat je discrimineert of je stigmatiseert. Ja, of dat je begint te zeggen van, look hoe ziek is, maar dat draap je dat asma en masra, asma en ching, alles maar iemand put opzij. Nee. Nou, een moment voor look hoe, if a ziek, if idee, if je ab a virus, but up is king of in is king, if a kan ontwikkelen schrijven. Nou, want dat is maar dat zo technisch sani, maar dat je hebt jou, zijn in quarantaine, en van jou in quarantaine, je hebt trasma. Dus me aksu alles maar ook toe. Sabi taki te go in quarantaine na eigenlijk in breedi. Want eigenlijk volksgezondheid e yep you tak you no kan praten go doro. En over quarantaine gesproken, usap tak desma, vooral die mensen die in Nederland zijn, onze eigen Sranamas die daar zijn, die hunkeren om naar huis te komen. Maar vanmorgen hoorde ik het nieuws dat voorlopig alle vluchten on hold zijn gezet. Waarom dat besluit? Dat besluit hebben we genomen omdat we alles hier klaar willen hebben wanneer de grote groep komt. De grote groep is Nederland. We weten veel mensen gaan naar Nederland. En we praten zeker over een groep van boven de 600 personen. Wel, als je 600 personen nu hebt in Suriname en je kan het niet beheersen, je hebt niet genoeg capaciteit om ze op te vangen, dan moet je het gefaseerd doen. We hebben nu de vluchten gehad uit Curaçao, Miami, Trinidad, Aruba. We ronden dat netjes af en dan heb je dat natuurlijk weer beheerst en dan maak je je weer klaar voor de volgende groep. We hadden gedacht, en dat kan, dat je, zoals ik zei, die planning, toch je maakt die planning en je denkt je kan de mensen nu ontvangen. Maar wanneer je ziet hoe het virus zich ontwikkelt, dan zeg je nee, laten we niet overhaast te werk gaan. En laten de mensen even wachten, we weten, en we vierden toe, dat de wanka of zo. Maar we moeten even wachten om ze, wanneer ze aankomen, dat is habitat alasan ego, vaarlijk netjes. En niet alleen de mensen van Nederland. We krijgen verschillende, sommige mensen zijn in vele hoeken van de wereld. India, China, ook in de regio, Sint Lucia, Ecuador, Santo Domingo, you name it. Ja. Er zijn mensen overal. En
op plekken waar we niet eens aan kunnen komen. Ja. En ook daaraan denken we, hoe ga je iets organiseren om de mensen terug te halen? Maar je hoort geluiden van, de regering heeft het on hold gezet, omdat trouwen porengi trouwen. Mensen die in quarantaine waren, ze zijn weggegaan of ze waren niet te vinden. En daarom landt die horengi desman. Dat is een deel van het verhaal. Waarom? Als je zit op een planning en je ziet dat mensen reageren niet goed erop, dan moeten we bijstellen. Want je, in eerste instantie stuurt mensen naar huis. We gaan uit van jouw eigen verantwoordelijkheid. Maar er zijn altijd mensen die het niet doen. En je bent op straat en je komt weer in aanmerking met anderen. En voor je het weet, zou je poef, een of andere situatie hebben hier in Suriname. Dus we kunnen dat ons niet permitteren. We hebben daarom ook gezegd, we gaan iedereen overheidsquarantaine plaatsen. Zodat wij alle die ondenai tapu, toch? Dan weten we van in die 14 dagen... Wanneer die 14 dagen voorbij zijn en niemand is ziek, dan zeggen we halleluja, dan gaan we verder. Oké, want mensen zeggen van, maar sap je mee spang, we horen, met de mangoen een enkel bandje, laat ze ons een enkel bandje geven, zodat ze kunnen weten waar we zijn. Heeft de regering ook daaraan gedacht? Misschien? Ja, we hebben daaraan gedacht. We bekijken eigenlijk alle mogelijkheden. We zijn ook bezig uit te kijken naar een app, waarmee je zelf als persoon ons de informatie kan geven op afstand. Dat u zelf kan zeggen van, ik denk dat er iemand hier in de buurt is van mij, hij vertoont al deze symptomen. Toch, sommige mensen willen niet naar voren treden, maar misschien moeten ze met de app kunnen ze die informatie sturen en niemand ziet ze. Toch, of iemand kan aangeven van, mevrouw Vera vertoont bepaalde symptomen, misschien moeten jullie opletten. Dus we zijn ook daarmee bezig. Want dit gaat niet binnen 3-4 weken voorbij. Het gaat nog een poos duren. En we moeten ons klaarmaken, alas maar moet sabasani, zodat we kan beginnen leren Libi naar een situatie. Die en voor alle duidelijkheid, met enkelbandje bedoel ik niet het polsbandje aan je enkel, maar een elektronisch device. Een elektronisch device, dat we, waarmee we kunnen trekken. Als ik moppen uit die osso, dat we kan shippen, dat we kari kon bakken, dat gaat terug naar huis. Op die manier. Ja. Dus die controle moet er zijn. Juist. En voor, toch even voor alle duidelijkheid, want die mensen in Nederland zijn echt wanhopig. Durft u een periode te noemen binnen welk de mensen teruggehaald zullen worden? Ik had het gezegd toen, hè, Pasen. Dus ik durf geen periode meer te noemen, maar wat ik ze wel wil zeggen, is dat wij tegen eind van de week, of laten we zeggen tegen tweede Pasen, gaan wij een idee hebben wanneer het kan gebeuren. Okay. Dus dat willen dan we wel mee. Dat is er wel duidelijk. Ja. Tenminste hebben ze wat dat binnen het huis. Oké, mooi. En natuurlijk, er is een wet in behandeling in de Nationale Assemblée. En kort, die wet is uitzondering toestand COVID-19. Wat wil de regering beogen met deze wet? De regering wil beogen met deze wet dat wij het wettelijk kader voldoende hebben om, om de samenleving geheel en al mee te brengen in dit van COVID-19. Er zijn maatregelen uitgevaardigd, we doen van alles en nog wat, maar het is altijd goed als er een nieuwe situatie is beland, waarbij je toch wel maatregelen moet treffen, een beetje stringente maatregelen moet treffen, dat je dat plaatst onder een wet, zodat niemand het gevoel zou hebben dat je komt aan mensen hun privileges en mensen hun rechten. Kijk, zelfs dat van quarantaine, men kan vinden, je komt aan mijn privacy, je dwingt mij om mij 14 dagen apart te zetten, maar omdat er sprake is van in principe een moeilijke periode, een uitzonderlijke periode, dan zegt de regering, we hebben moeten wet hebben om dit allemaal te doen ten bate van de volksgezondheid. Volledige lockdown en een van die zaken die in de wet genoemd zullen worden? Nee, een volledige lockdown, of wanneer, als er sprake zou zijn daarvan, dan zou dat ook gedekt kunnen worden door die wet, ja. Oké, ja. Dus moeten de mensen dat verwachten, want je hoort ook van de regering wil een wet aannemen om dat ding volledig stop te zetten, dat mensen op straat gaan en zo. Ik denk als wij als samenleving er alles aan doen om nu in deze partiële lockdown ons eraan te houden, ons beginnen te leren te wennen aan het nieuwe, dan hoeft het niet zo ver te komen.
Het is een mindshift. We moeten gaan veranderen in de wijze waarop we bezig zijn. Vandaag aan de dag staan we 2 meter van elkaar. Toch? En we moeten elke dag handen wassen. Het zijn nieuwe dingen. Dingen die we kennen, maar die je nu vaker moet doen en bewuster moet doen. En dat is een mindshift. En de lockdown helpt je om daaraan te gaan wennen. Oké. En ja, soms denk je van de mensen, vooral in de achterstandswijken, om het zo te noemen. Zij begrijpen het niet of ze willen opstand komen tegen de politie. Maar heeft u ook zelf nagedacht of de mensen het werkelijk begrijpen? Of die boodschap die we geven hier vanuit de top, dat het werkelijk daar aankomt? Als de mensen weten wat corona is, hebben jullie naar mogelijkheden gezocht om tenminste die mensen te bereiken? Ja, we hebben daarover nagedacht. En ik weet van, misschien op dit moment kijkt men niet eens naar televisie, want mensen met andere dingen bezig. Precies. We weten dat mensen in bepaalde gebieden of in wijken in Suriname, dat de mangen struggle, ja. De mangen hossel. En no, if je poeder voor astrati, ben eigenlijk dit apaniti, dan kom je eigenlijk aan hetgene waarmee ze elke dag bezig zijn. Ja. Toch? En wij zeggen nu van, misschien top-down is niet altijd het beste. Nou, begin bottom-up. En daar zijn we ook mee bezig om nu te gaan naar de mensen toe, met de mensen zelf. En zo moet je ook openstellen, toch? Want het volk praat tot je. Misschien is er iets dat we missen. En dat brengen we ook wel mee. Want dit is dan waarbij we het volk gaan vragen, kom met jouw initiatief. Want we moeten niet ervan uitgaan dat mensen Evram, Zegen en alle andere gebieden niet weten wat ontwikkeling is of hoe het beter kan. Misschien als we met ze praten, ja, komen wij meer te weten hoe wij met hun samen ervoor kunnen zorgen dat COVID-19 ook in die gebieden er niet gaat zijn. Dus we maken ons klaar daarvoor. Ja, want vaak hoor je van mensen zitten ook in overvolle huizen. Klopt, ja. En vaak zijn de mensen zijn ze daarom de ruit. Precies. En we zeggen blijf thuis, blijf binnen. Zijn die mensen op elkaar. Ja. En daar heb je die social distancing ook niet. Precies, precies. Dus jullie houden daar rekening mee? Absoluut, ja. Oké, mooi. En ja, ik hoorde iemand nog zeggen, ik liep op straat en mensen stonden keurig, namen afstand van elkaar. En een man en meneer hoorde ik van, Sandisi, mimi de briba Sandisi, want asana wan bouta lockdown. Dus dat geeft ook aan hoe de mensen denken. Ja. Hoe hoort u die klank ook? Ja, we horen die klank. En ik denk, mensen moeten weten, COVID-19 heeft niets met politiek te maken. COVID-19 heeft met gezondheid te maken. En natuurlijk, mensen kunnen denken van de overheid wil dit doen als je het in de politieke sfeer wil brengen. Mensen die mensen die voor en tegen de regering zijn, je zou dat kunnen hebben. Maar ik doe een beroep op ieder om niet te vergeten dat dit ons is overvallen. Ja. En als je kijkt naar de wereld, wat wij hier doen in Suriname nu, hebben andere landen al gedaan. En het is niet dat het een nieuw ding is. Dus ik zou het geen Bouta-lockdown willen noemen. Het is een lockdown, een Suriname-lockdown. Gemodelleerd naar Surinaamse maatstaven. En daarmee zijn we dus we naderen nu het einde van deze partiële. En aan het eind van de week gaan we het evalueren om te kijken hoe we verder gaan. Okay. Voor we afsluiten, mag u in de camera kijken en een korte boodschap geven aan die mensen. Lieve mensen in Suriname, maar ook daarbuiten. We hebben zoveel gesproken over COVID-19 de afgelopen weken. En we weten dat een heleboel mensen bang zijn. Maar laat me u ook zeggen, als wij in Suriname, waar we tot nu toe zijn, hebben gezien dat we het kunnen, dan kan ik u alleen maar een complimentje maken. Laten we zo doorgaan. Ja, bouwt u uw weerstand op, blijft u gezond. En hoe blijft u gezond? Houd die 2 meter afstand. Was u uw handen. Wees u hygiënisch. Gaat u niet op straat als het niet nodig is. Dan gaat u zelf zien, COVID-19 komt niet in uw buurt. We kunnen het samen doen. We doen het samen. Wees niet bang, toch? Maar volg de maatregelen op en we komen er zeker wel door. Ontekatranga. Dank u wel. Dat was mevrouw Feira. En hiermee zijn we ook gekomen aan het eind van ook deze 14e update van het ATV-programma. En
Natuurlijk moet ik het weer aangeven, we kunnen het niet genoeg zeggen. Was uw anu, was uw handen met zeep. Of gebruik sanitizer of alcohol. Houd de sociale afstand. Doe twee stappen. Kijk zoals we hier in de studio staan. Nogo vorm in bosu, want ino sap suma ina groep abasiki. En dat na gevaarlijk wang ino sabi. Dus daarom lante taki hora afstaan, zodat ine char asiki go morofara. En als je moet hoesten, niezen, doe het in je elleboog. En als je geen mouw hebt, als je iets met zonder mouw aan hebt, reinig je handen daarna. Dat was het dan. Tot de volgende keer. En be safe.